Ik vind het altijd een dooddoener, maar het wordt beter. Ik ben Saar Koningsberger, presentatrice, actrice, ondernemer en mama. En ik ben ambassadeur van Stichting Het Vergeten Kind, omdat deze kwetsbare groep kinderen en jongeren juist in een cruciale levensfase nodig aandacht verdienen. Ik ben Merel en werkzaam in de jeugdzorg. Zelf ben ik meegeweest op de happy vakanties en de weekenden. Als kind ben ik opgegroeid bij mijn moeder thuis, samen met mijn broertje. En eigenlijk waren er best wel veel spanningen thuis, waardoor ik eigenlijk ondersneeuwde in het gezin. Ik groeide op in armoede. En toen kwam er een moment dat jij dus uit huis geplaatst werd. Stond je daar zelf achter? Eigenlijk ben ik daar van de een op de andere dag weggehaald, omdat het niet meer ging. Het is een zwarte periode geweest. Ook wel een hele fijne tijd gehad op de groep waar ik uiteindelijk 4 maanden heb verbleven. Merel, wat heeft het vergeten kind voor jou eigenlijk betekend vroeger? Vooral het stukje positieve herinneringen. Het is altijd een soort van veilige, stabiele basis geweest. Want ik wist dat ik altijd happy had om naartoe te kunnen gaan. En waar ik plezier kon maken, kind kon zijn. En eigenlijk gewoon alles van thuis echt even kon vergeten. Dat soort activiteiten moeten natuurlijk georganiseerd worden en daar is natuurlijk ook geld voor nodig. Ja. Dus daarom zijn we heel blij dat de Postcode Loterij ons helpt. Zeker. Zodat we hopelijk dit nog vaak en lang kunnen doen. Ook heel erg te gek is dat jij nu ook vrijwilliger bent van Stichting Het Vergeten Kind. Ja. Met de happy vakanties en weekenden zie ik gewoon echt kinderen opbloeien. Gedurende die dagen dat ze op happy zijn. En dan, dat is niet te beschrijven wat je dan ziet gebeuren. Nee. Hoe kijk je naar de toekomst? Ja, ik hoop gewoon dat ik nog heel lang de dingen mag doen die ik leuk vind om te doen. En een van die dingen is natuurlijk mijn vrijwilligerswerk bij Het Vergeten Kind. Maar ook mijn werk vind ik hartstikke leuk om te doen. Is er nog iets wat jij zou willen meegeven aan kindjes of jongeren die in dezelfde situatie verkeren als jij? Ja, ik vind het altijd een dooddoener, maar het wordt beter. Ik zeg niet dat het goed komt. Nee. Dat kan je ook gewoon niet zeggen en dat weet je niet. Nee. Maar het wordt beter. En als je zelf blijf doorvechten wat soms echt nodig is, dan kom je op een betere plek. Dat wil ik vooral kinderen meegeven. Merel, mag ik jou bedanken voor je indrukwekkende verhaal. En ik wil je heel veel succes wensen en geluk wensen in de toekomst. Dankjewel. De volgende.